Adrie, we staan nu bij een heel bijzonder grafje op de monumentale begraafplaats in Nieuwekerk aan de IJssel. Ja, dat klopt. Ja, de oudste begraafplaatsen, die hebben allemaal unieke grafstenen, die in Moordrecht het meeste. Aan BNW hebben wij een beheersverordening voor de begraafplaatsen in 2012. In die verordening, dat is natuurlijk een standaardtekst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, beloofd dat BNW een lijst met te beschermen grafstenen zouden maken. Dat betekent als zo'n graf geruimd wordt, dat die steen dan zeg maar op een museale plek tegen de heg komt. Hebben ze in Moordrecht, toen die gemeente nog bestond, hebben ze dat ook gedaan. Dat kun je zien op een heuveltje. Nou, die belofte aan de raad van 2012, die is nog nooit gerealiseerd. De historische verenigingen hebben wel, om het de ambtenaren wat makkelijker te maken, daar al jaren geleden alle drie een voorzet voor gegeven. Van je kunt hier aan denken. En daar is nooit kritiek op gekomen. Dat waren de vernieuwkerken helaas ook helemaal niet zoveel. Dat is gewoon hoe het zich voordoet. Maar ja, het blijft dus ook erg gek, want natuurlijk kost het weinig. Maar hij is gewoon onbeschermd, deze en andere historische stenen. En als je van deze man, ik heb hem nog gekend, Arie Vergelderen, woont op Korte Noord. Die zorgde zo voor alle grafstenen, met een kurk de letters zwart maken en zo. Die was gewoon de begraafplaats was zijn kindje. En als je dit zo op je grafsteen laat zetten, dan zegt dat ook een enorme band met je werk, toch? De historische verenigingen hebben dat gedaan. Die hebben ook goed contact met elkaar. Dat is okay, heel leuk prima. Om te zien hier. Goed op te horen. Maar wij zijn gewoon allemaal op hun eigen manier ook wat proberen. Is het ook wel eens bij de raad. Het heeft meerdere keren ook op sociale media gestaan. En nog steeds is er geen lijst met stenen. 2018 heeft de historische vereniging een folder uitgebracht over hier over deze begraafplaats in Nieuwekerk. Ja. Met historische graaf, die nu te downloaden is bij het artikel. Okay. En nog steeds is er niks. Snap je, weet je, dat mensen soms gefrustreerd raken van het kastje naar de muur? Dat zeg ik al. Ik ben heel lang al in de gemeentepolitiek bezig op een bepaalde manier. En ik kan als ik gewoon wel eens heel stevig gefrustreerd worden van bepaalde zaken. Maar normaal, ik vind het dermate van menselijke beschaving tonen als je het verhaal gewoon netjes oppakt en daar netjes voor zorgt dragen voor de toekomst. Ja. Ook is dan een begraafplaats, ook die moet naar de toekomst brengen. Ja, want ben je nou gewoon bang dat de gemeenschap zegt, ja, we hebben geen lijst en we gaan ruimen en we halen ook grafstenen weg die niet weg zouden mogen? Dat is dus een paar jaar geleden in die periode tussen 2012 en nu. Met een grafsteen in Moerkapelle nog gebeurd. Daar was in de hervormde kerk een dominee gekomen in de 20 jaren en die was bijna gelijk overleden toen hij daar kwam. Toen hebben ze een grafsteen opgezet die betaald is, niet alleen de Moerkapelle, maar door ook gemeente waar hij vroeger stond. Dus dat was een grafsteen waar wij een stuk of 5 plaatsnamen stonden. En ja, dus iemand van Moerkapelle, een historicus, die zag ineens dat hij kapot geslagen was. En ja, de clue was natuurlijk in de ambtelijke sfeer van als je hem niet beschermt, dan is het alleen je zoekt nabestaanden. En van die dominee vind je niet zomaar nabestaanden, dus niemand piept. Waarschijnlijk weet de hervormde kerk, wist dat misschien toen ook niet meer. Maar ja, dat is dus een concreet geval van vernieuwing van de steen. Dat niet de bedoeling geweest, want het is echt uniek. En die had natuurlijk alleen maar gewoon tegen de heg hoeven te staan, hè, want het gaat niet om de graven die je dan beschermt. Ja, er waren alleen nog foto's van. En je zegt alle drie de verenigingen, dus Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Nieuwekerk hebben dit bij de gemeente een lijst aangegeven. Ik krijg ook, als ik dan voor Pim van der Zalm spreek, te horen, men voelt zich eigenlijk niet zo serieus genomen bij de gemeente. Ja, dat klopt. Ja, ik ook niet natuurlijk. Met deze twee onderwerpen, dat is toch duidelijk, ja. En wat zou er voor u moeten gebeuren? Kun je direct zo'n lijst opstellen of de lijst formaliseren die de historische vereniging hebben ingediend? Volgens mij is dat het is van Nieuwekerk maar een klein hoor. Ja. Dus het is helemaal niet dat je daarmee meters hecht te weinig hebt of zo. Dat geldt bij Jan ook niet zo, zelfs in Moordrecht niet hoor. Ja, het makkelijkste is dan gewoon formaliseren. En ja, je kunt er ook altijd nog een keer ergens over praten, maar de meesten zijn zo super duidelijk als je in Moordrecht voorstelt. Hè? Men zei toen de Zuid-Molukkers ineens na de oorlog hier in Moordrecht kwamen, dat is een klein dorp, krijgt dat ineens over zich heen. Als je zou nagaan hoeveel contacten dat kleine dorp al in Indië had, zoveel mensen als daar geweest zijn. Er is zelfs een keer een dochter van een dominee uit Moordrecht de vrouw geworden van de gouverneur-generaal in Indië. Dus het aantal mensen in Indië wat vanmorgen wist, was ook zat. En andersom. En daar ligt dus echt
graven van assistent resident van Atje van Huppeldepup. En dat zijn hele oude graven en dat komt ook omdat in Moordrecht bij het sluiten van het kerkhof rond de kerk en in de kerk, maar vooral rond de kerk, die oudste graven meegenomen zijn naar die begraafplaats. Dus er zijn een stel stenen die zijn ouder dan die begraafplaats aan de Julianastraat heet die geloof ik. En daar is, dat zijn steeds historisch gespaarde stenen geweest, want de graf is daar niet geweest van die mensen die erop staan, nee. Er staat er aankomen op 27 november, staat er in de gemeenteraad de nieuwe verordening, is de nieuwe beheernota voor begraafplaatsen. Ja, daar hoeft natuurlijk heel strikt genomen. Nee, beheerplan is het, hè? Niet de verordening, okay, want die verordening, daar staat die belofte in. En dat is eigenlijk nog niet vervangen, dus je kan zeggen, daar hoef ik niet per se in te staan. Zoals wel in dat beheerplan het schilderen van het hek eigenlijk moest staan, van het onderhoud van straatmeubilair enzovoort. Maar het is toch wel weer stug dat ook deze gelegenheid niet even aangegrepen wordt om in één zinnetje te verwijzen van we hebben nog een belofte van 12 jaar geleden. Ja. En er zijn ook gemeentes waar ze de belofte aan de raad in een lijstje zetten en dan eens per jaar bijvoorbeeld kijken wat staat er nou eigenlijk nog open. Dat gebeurt dus hier om mij verbazingwekkende reden gebeurt, dat ken ik ook niet. Gaat u inspreken op de vergadering? Nog over hebben.